3, 2, 1. Oké, mijn aftelling klopt niet echt, maar oké, komt-ie. Wat is het? Ik ben hier echt zo ongelooflijk klaar mee. Ik heb die telefoon eerst meer nodig, man. Dames en heren, het is tijd voor een gloed. Een nieuwe Pokémon video. Wow. Jawel, dames en heren. Ik ben weer terug op jullie beeldscherm met niks anders dan Pokémon. Maar vandaag gaan we geen Pokémon's vangen. We gaan geen gyms verslaan. We gaan hier bij Stop zitten farmen. Vandaag gaan wij een egg opening doen. Zo noem ik het gewoon. Pack opening in FIFA, egg opening in Pokémon. En wat houdt het nou precies in? Ik ga naar mijn eieren toe en jullie zien dat ik 9 eieren heb die alle 9 aan het broeien zijn ofzo. In deze aflevering heb ik voor jullie 6 2 kilometer eieren en 3 5 kilometer eieren. Helaas geen 10 kilometer eieren, maar dat doen we misschien in de volgende aflevering. Ik heb speciaal coins gekocht voor jullie zodat ik dit soort video's kan maken. Dus ben jij nieuw of heb jij zin in deze video? Laat sowieso een blauw duim omhoog achter. Op de vorige aflevering hadden wij 6000 likes. Super bedankt. En abonneer voor meer Pokémon video's. En als we nu misschien weer zoveel likes halen, laten we gaan voor 4000. Komt gewoon morgen nog een aflevering online. Ik ga nog eventjes een aantal rondjes fietsen. En ik zie jullie wanneer mijn eieren uitkomen. Yes, dames en heren. Mijn eerste eieren komen uit. Oké, laat ik even met mijn fiets naar een fatsoenlijke plek gaan waar ik dit even kan openen. Oké, dit hondenpotje is de plek waar jullie op gaan staan. Lekkere hondenpoepzakjes. Oké, ik ben blij jongens en we gaan het nu gewoon meteen openmaken. Mijn eerste 2 kilometer ei, laten we gaan voor de Pikachu. Die heb ik nog steeds niet. Of voor een van de starter Pokémon. Dat is even wat ik wil. Kom op. Wat? En Zubat. Oh, ja, natuurlijk de volgende. Ik dacht echt van, oh, nog een ei. Maar ik dacht, nou natuurlijk, het is wel logisch dat ik nog een ei heb. Maar oké, laten we niet meteen een al te groot probleem van maken. Onze ei nummer 2. Wat zit erin? Er zit in een... Dit meen je niet. Dit is echt oneerlijk gewoon. Ik heb nooit geluk met eieren. Ik heb in totaal ook 3 10 kilometer eieren overgemaakt. En in 3 10 kilometer eieren zaten 3 Eevees. Had ik dus niks aan, want die vang je overal hier in Almere. Volgende, nummer 3. Kom op, geef ons even wat goeds. Kom op. Kom op, 2 kilometer eitje. Kom eventjes met wat anders dan een super... Oké, ja, niet dat ik hier erg blij mee ben, maar... Oké, hij heeft wel CP, Maar nog steeds word ik hier niet blij van. Kom op, nog 2 eieren. Zeg niet dat ik dit voor niks heb gedaan. Dan hebben we wel gelukkig nog 5 kilometer eieren, maar alsjeblieft, kom op, eventjes iets goeds. Ik ben er gewoon zo klaar mee. Ik ben hier zo klaar mee. Kom op, onze laatste ei. Onze laatste 2 kilometer ei. Laten we gewoon even met z'n allen hopen. Dames en heren, wij willen Pikachu. Of een van alle andere starter Pokémons. Pikachu is ons hoofddoel. Ja? 3, 2, 1. Oké, mijn aftelling klopt niet echt, maar oké, komt-ie. Wat is het? Ik ben hier echt zo ongelooflijk klaar mee. Ik heb die telefoon eerst meer nodig, man. Oké, grapje, ik heb Pokémons nodig. Ik heb nog een ei. Ik weet niet wat voor ei dit is, maar we doen hem gewoon. Hè? Oh, ik heb er nog eentje dan misschien. Alsjeblieft, kom maar. Alsjeblieft, Pikachu, kom op. Vanaf nu ga ik nooit meer 2 kilometer eieren openen. We hebben nog 3 5 kilometer eieren waar ik nu voor ga fietsen om die uit te laten komen. Het spijt me dat ik zoveel 2 kilometer eieren moest doen. Maar het moest nou eenmaal omdat ik niet meer eieren kon krijgen. Dat waren dus de eieren die ik had. Maar zoals je ziet heb ik nu heel veel ruimte voor eieren. Dus ondertussen dat ik ga fietsen ga ik wel mijn eieren verzamelen. En die eieren gaan we openen in een andere egg opening. En laten we hopen dat er wat 10 kilometer eieren tussen zitten. Nu gaan we even die 5 kilometer eieren laten uitkomen. Ik zweer, zo'n scooter is chill. Je kan gewoon zo makkelijk je eieren uit laten komen. Misschien moet ik dat ook wel hebben. Dit duurt zo vreselijk lang, hè? Ik word helemaal gek. Kijk eens, ik had nog een 2 kilometer ei gekregen. Ik dacht, ik zet die gewoon aan, dan komt hij gelijk met die uit. Dus zometeen hopelijk nog steeds kans op Pikachu. Jongens. Ik ben werkelijk waar helemaal uitgeput. Oké, nee dat niet, maar mijn kleding zit gewoon een beetje strak en het is gewoon heel vervelend om maar 5 kilometer daarmee te fietsen. Ik moest gewoon andere kleding uitkiezen. Maar in ieder geval, het is dan eindelijk zover. Ik ga er gewoon eventjes bij zitten met jullie. Ah, lekker in het gras. Dit is een 2 kilometer ei die ik gewoon net even had ingezet. En hopelijk is het gewoon even iets goeds. We gaan gewoon kijken. Hopelijk, oh my god. Ik moet het denk ik gaan opgeven met die 2 kilometer eieren, want dat wordt echt helemaal niks meer. Maar oké, waar zijn mijn andere eieren? Oh nee, meen je dit nou? Moet ik nou serieus nog...
Oh my god. Ik dacht echt wel dat ik lang genoeg gefietst had. Ga weg, bus. Je verpest mijn video. Oké, ik ben zo terug. Oké. Mijn laatste eieren gaan eindelijk open. Voor jullie is deze video niet zo lang. Maar voor mij was het echt een hele dag fietsen. Want het is echt een drama met die mates. Want ze tellen niet eens altijd even goed. Maar daar gaan we dan. Onze laatste 3 eieren. Alsjeblieft, kom eventjes met iets goed. Kom gewoon even met iets goed. Dat ik gewoon eventjes... Weer zo'n fluffy beestje die ik ook al 100.000 keer gevangen heb. Hij is wel goed, maar ik heb er gewoon niks aan. Maar dan gaan we naar het volgende ei, want we hebben natuurlijk meer dan 1. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Kom op. Hey, oké. Hier ben ik op zich wel blij mee. Deze had ik 1 keer eerder gevangen. Oh, als ik hem nog 1 keer vang? Als ik hem nog 1 keer uit een ei ga krijgen, dan kan ik hem evalueren. En wat de heck gaat dat worden? Ik heb geen idee. Oké, ik ben hier best wel blij mee. Oké, dit was goed. Hey, hallo. Waar zijn mijn andere eieren? Heb ik 3... Ik had 3 geopend. Ik heb serieus alles geopend. Ik heb de hele dag gefietst. En eigenlijk helemaal niks bijzonders gekregen. Zoals jullie zien heb ik nu wel 5 kilometer eieren. En in de volgende aflevering kan ik jullie denk ik wel beloven dat ik een 10 kilometer ei heb. En ik ga gewoon al die 2 kilometer eieren weg doen. Gaan we gewoon voor die 10. Dus laat een like achter voor meer Pokémon video's. Abonneer voor meer Pokémon video's. En dan ga ik nu... Na 3 uur buiten geweest te zijn, weer terug naar binnen in deze video voor jullie editen. Volgende egg opening wordt nog vetter, want we hebben nu al meer 5 kilometer eieren. En we gaan voor die 10. Peace. Dit bedoel ik dus. Deze kreeg ik net uit een ei. Een paar meter gelopen. En kijk wat ik tegenkom. Ik haat mijn leven.